Goedenavond. Het afgelopen sportweekend stond vooral in het teken van de derby tussen Katwijk en Rijnsburgse Boys. Na 90 minuten voetbal onder wintersomstandigheden en ondanks veel kansen voor Rijnsburgse Boys, bleek Katwijk uiteindelijk de sterkste. Einduitslag op de Krom was 2-1. En dus blijft Katwijk een belangrijke kampioenskandidaat. En zijn ambities van voorzitter Wim Guit onverminderd hoog. We gaan voor het hoogste. De eerste etappe was dat we tijdens de winterstop erbij wilden staan. Erbij in de zin van dat je binnen een marge van 3-4 punten zou staan. Nou, dat hebben we keurig gedaan. We staan gewoon echt bovenaan. Dus ja, nu nog, ja, het klinkt een beetje gek of obligaat, maar we moeten gewoon 12 finales spelen. Maar het besef groeit dat het kan. En bij iedereen in de hele club. In aanloop naar de wedstrijd was er ook weer het nodige transfernieuws te melden. Zo maakt Bart Vreeken de overstap van Rijnsburgse Boys naar Quick Boys. Vreeken kwam bijna 8 seizoenen in actie op de Middelmors. En zo wordt Vreeken volgend seizoen dus verenigd met zijn oud-trainer Ted Verdonkschot. Mijn gevoel was dat ik volgend jaar niet meer bij Rijnsburg wou spelen, laat maar zeggen. En ik wou gewoon wat anders in een nieuwe uitdaging. Ja goed, ik had nog contact gehad met Rijnvogels en IJsmeerwogels had nog gebeld of ik interesse zou hebben, maar daar ben ik niet verder op ingegaan. Dus ja, dan kom je volgend jaar in de hoofdklasse te spelen. Maar goed, het doel van Quick Boys is om natuurlijk in principe gelijk kampioen te worden. En zoals de selectie er nu uitziet van Quick Boys moet dat op zich... moet het wel gaan lukken. Ja, dan moet je een jaar in de hoofdklasse spelen. Maar goed, als je dan kampioen wordt en je speelt volgend jaar weer in de topklasse, dan maakt het ene jaar niet zoveel uit. Ook Rijnsburg-speler Joost Koelman vertrekt volgend seizoen naar Quick Boys. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwkomers bij Rijnsburg. Afgelopen weekend is bekend geworden dat de 28-jarige verdediger Jeroen Hessing overkomt van Spakenburg. En voetbalvereniging Katwijk ziet twee talenten naar FC Rijnvogels vertrekken. Middenvelder Berend Verdoes en voorhoedenspeler Timo Schaap zijn volgend seizoen te bewonderen op Sportpark De Kooltuin. En dat vertrek doet Katwijk voorzitter wel een beetje pijn. Ik heb toevallig gisteravond met alle twee gesproken. En het is de prijs van op het hoogste niveau willen spelen. Het niveau is gewoon zo ontzettend hoog. Wat je bij beide spelers ziet, Timo en Berend, als het niveau waarop ze nu spelen, en je kijkt 4 jaar terug, zouden ze zonder meer speelminuten hebben. Zij hebben stappen gemaakt, maar het niveau is gewoon omhoog gegaan en ze zien nu in van, wellicht via een omweg. Dus ja, het is de prijs van op het hoogste niveau spelen. Maar ik gun ze van harte de overgang naar Rijnvogels. En Rijnvogels is volgens mij een hele mooie club. Als we ooit door omstandigheden gedwongen worden om te fuseren, dan weet ik zeker dat die clubs elkaar binnen no time vinden. Dus ze gaan naar een hele mooie club, in goede handen. En ja, wie weet maken ze daar wel 1-2 stappen en komen ze terug. Is de boodschappenwagen van Bruinink inmiddels al vol of heb je als voorzitter nog wat extra budget toegestopt? Nee, we weten precies waar het budget is. Kijk, je moet een trainer nooit de portemonnee geven. Dus ik denk dat Sees Bruining tot en met 14 juni, 15 juni, wat ook de datum is, zal proberen spelers erbij te halen. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, maar dat zal er ook het 1 of 2 zijn. Komen er dus nog een paar bij op de Krom. Rijnvogels heeft ook Noordwijk-speler Kevin Wijmer gecontracteerd. En van Quick Boys komt Jurie Guit over. Goed, Katwijk wint dus van Rijnsburgse Boys. En wat doen de andere clubs? Hier zijn de einduitslagen van de wedstrijden van afgelopen zaterdag. Sneeuw gooide roet in het eten bij VVA 71 tegen Quick Boys. De wedstrijd werd om die reden gestaakt na 57 minuten bij een tussenstand van 1-3 in het voordeel van Quick Boys. Rijnvogels blijft het goed doen in de eerste klasse. Ze wonnen met grote cijfers van DSVP en Valken 68 was met 1-3 te sterk voor laagvlieger SEF. Dan de overige sportuitslagen. De basketballers Heren 1 van Grasshoppers bijvoorbeeld. Die hebben fors verloren van Pluto. Het werd 74-97. En ook slecht nieuws was er voor Dames 1. Zij dolf het onderspit tegen ProBuild Lions. De korfballers van Matthew speelden gelijk. Tegen DKV werd het 19-19. En al voor de wedstrijd was duidelijk dat coach Han Poortvliet is opgestapt.
Dus die gaan verder zonder de coach. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Esmee Messenmaker, het kan zomaar zijn dat u deze naam niet bekend voorkomt. Maar begin dit jaar won zij op het Nederlands kampioenschap shorttrack bij de junioren 2 gouden en 1 bronzen medaille. En of dat nog niet genoeg is, pakte ze ook nog een 2e plaats tijdens het NK Korte Baan Schaatsen. Genoeg redenen dus voor de gemeente om haar eens in het zonnetje te zetten. Ja, Katwijk is een sportdorp. We zijn een beetje het Volendam van Zuid-Holland, maar dan in sport. Met deze woorden begon wethouder Van Duin de officiële huldiging voor Messenmaker, voor wie dit ook wel even wennen was. Ja, het is allemaal nieuw, maar wel leuk om een keer mee te maken allemaal. Vorig jaar had ik ook al een NK shorttrack gereden en daar werden we ook 2e met ons team. En ja, dit jaar ging het steeds beter ook. Nu heb je dus heel veel prijzen gepakt in 1 keer. Ja, klopt. Ik was 1e met ons ploegteam en 1e op de 500 meter en 3e op de 777 meter. En op het NK korte baan was ik ook 2e. Waar komt dat talent van jou vandaan voor schaatsen? Ja, ik vond het gewoon heel leuk vroeger al. Kom je uit een echte schaatsfamilie? Ja, mijn moeder die schaatst ook en die geeft ook training. En mijn broer die ijshockeyt nu. En mijn zus heeft ook vroeger geschaatst en mijn vader vindt het ook heel leuk. Over een paar weken zit het schaatsseizoen er weer op. Maar eigenlijk is Messenmaker het hele jaar bezig met haar sport. Je begint in oktober en dan train je 6 keer per week. En het seizoen duurt dan ongeveer tot maart. Daarna heb je een klein maandje rust en dan begint het zomerseizoen. En dan ga je ook wielrennen en skileren en hardlopen. Kortom, schaatsen beheerst jouw leven. Ja, eigenlijk wel. En als alles goed gaat, blijft dat ook nog wel even zo. Ambities heeft de 15-jarige Katwijkse nog genoeg. Ja, het liefst een Olympische Spelen. En dan zo ver mogelijk daar proberen te komen. Het liefst goud. Lijkt me wel heel leuk. En dan volgend jaar weer een NK. Dan moet je ineens je titel gaan verdedigen. Ja, het is wel dat volgend jaar zit ik weer bij de ouderen. Dus dan zijn het de 16, 17-jarigen en ik ben pas 16. Dus we zullen ons best gaan doen en dan hopelijk lukt het om nog goed bij te blijven. Kortom, onthoud de naam Esmee Messenmaker, want we kunnen zomaar nog eens vaker van haar gaan horen. Zo is het. Jan Lammers en Nelly Koman gingen hem voor als spreker tijdens het Krom Sponsor Event. Oud Hockey International Floris Jan Bovenlander. Toehoorders waren sponsors van Hockeyclub Katwijk, Atletiekvereniging Rijnsoever, de voetbalvereniging Katwijk, schietsportvereniging Katwijk, tafeltennisvereniging Rijnsoever en de tennisverenigingen KLTV en MVKV. Het hockeyveld lag er afgelopen vrijdagavond stil bij. Maar des te drukker was het in de kantine. Sponsoren van alle sportverenigingen aan de Krom waren uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Hoofdattractie van de avond was oud-stafcornerspecialist Floris Jan Bovenlander. Ik heb hem gisteren nog even telefonisch gesproken van ja, wat verwacht je nou eigenlijk van mij? En hoe lang mag ik spreken? Ik zei nou ja, een half uurtje is prima. Ja, ik kan er ook 1,5 uur van maken. Nou ja, dan hebben we een half uurtje. Nou ja, tijdens het spreken merkt je al dat hij ontzettend enthousiast is over de hockeysport. En met name de teamsport en hoe je daar gaat komen. Dus ja, ik ben heel tevreden. Ik vond het heel erg leuk, ja. Ik doe het af en toe. Het is niet heel veel. Ik denk 1 keer in de maand dat ik ergens mag optreden. Het is ook echt wel mag optreden. Dus ik vind het ook wel echt wel leuk om te doen. Het is wat ik net ook al zeg. Het is toch ook een beetje terug in je verleden. Er zit ook wel wat toekomstdingetjes bij. Maar uiteindelijk is het wel vertellen over Olympische Spelen. Hoe dat geweest is. Toch je succesverhaal een beetje vertellen. En dat herleef je dan toch alweer een keer. Dus het is leuk om dat af en toe te mogen doen. We zijn natuurlijk ooit begonnen met 4 verenigingen. Dat vertelde ik ook net aan de mensen. Daar is vorig jaar de schietvereniging bijgekomen. Nou ja, nu is MVKV erbij gekomen, tafeltennis Rijnsoever. En je merkt gewoon dat dat heel goed is. En zeker zo'n avond voor je sponsoren, ja, dat werkt gewoon het beste. Dan heb je gewoon een goede samenwerking, heel veel sponsoren. Sponsoren die zitten op meerdere verenigingen. Nou ja, als je 7 feestjes organiseert, dan gaan mensen een keuze maken. Nou ja, dan is de kans dus heel groot dat op jouw feestje er maar 3 komen. Want ze hebben al 4 feestjes achter de rug. Dus dit is gewoon een goede om je als kromvereniging gezamenlijk te profileren. Maar ook
ja, voor je sponsoren er gewoon te zijn. Ja. Zij maken het allemaal mogelijk. Je hebt dan, je kan dan veel meer aanbieden. Zeggen, joh, je wordt hier hoofdsponsor, tussen aanhalingstekens. Maar je hebt een spin-off naar andere clubs waar je ook een uiting kan krijgen voor ietsje meer. En dan kan iedereen meeliften met elkaars sponsoren. En sponsoren hebben dan ook een grotere exposure, zoals dat heet. Dus volgens mij snijdt het mes weer aan twee kanten. Ooit ambitie gehad om misschien al je ideeën en herinneringen in een boek samen te vatten? Ik neigde altijd wel naar om dat een keer te doen. Ik heb in het Dagblad de Pers, toen dat nog bestond, 5 jaar lang een wekelijkse column gehad. Dus dat vond ik wel leuk om te schrijven. Daarmee heb ik al heel wat dingetjes gezegd. Wie weet komt er nog wat van. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Florisjan Bovenland er inmiddels ook wel van vroeger is. Dus als hij nu ineens met zijn memoires komt, zal ik maar zeggen, is het misschien wel wat laat vanuit de sport. Maar ik ga zeker nog wel een aantal dingen een keer opschrijven. En dan zal een groot gedeelte over sport gaan, over team en over beleving van de top halen. Maar ook zonder carrière als schrijver is Bovenlander druk genoeg. Ik heb mijn eigen bedrijf organiseren hockeykampen. Een van de redenen dat ik hier ook ben. Hier op Katwijk geven we ook deze zomer een hockeykamp. Dus ik ben in zoverre, ik probeer de jeugd in heel Nederland en eigenlijk overal in beweging te krijgen. En dan het liefst op het hockeyveld. Maar als ze maar bewegen, want we organiseren voor de jeugd veel hockeykampen. Maar bijvoorbeeld ook een sportfair, waarbij alle sporten gegeven worden. Dan halen we alle sportverenigingen bij elkaar en proberen we daar mensen aan het sporten te krijgen, jong en oud. Bij de hockeyclub doe ik nog wel wat dingen. Ik coach mijn dochter bijvoorbeeld, maar dat doen alle vaders dan wel moeders. Coachen hun kind, of tenminste niet allemaal, maar heel veel doen dat. En dat doe ik gewoon puur uit dat het familie is. Ik ben heel even bij Bloemendaal hier een coach geweest, 2 dagen. Ik zit nog wel in wat commissies, maar het echte coachvak en trainersvak, daar zit ik eigenlijk niet in. Bij elkaar opgeteld hebben we nu 7 clubs. En die zitten in de toekomst op 1 plek. En we gaan elkaar vinden zoals je ziet. En dat is alleen maar goed, denk ik. Krijgt u van mij het voetbalprogramma voor komend weekend. Te beginnen in de topklasse. Koploper Katwijk speelt de zware uitwedstrijd. IJsselmeer tegen IJsselmeervogels. Rijsbeurse Boys ontvangt Scheveningen. In de hoofdklasse A neemt Quick Boys het op tegen Sportlus 46. En de vrouwen van FC Rijnvogels spelen tegen VVOG. Dat zijn de wedstrijden voor komende week. En tot zover dan ook RTV Sport. Natuurlijk zijn we de vrijdagavond en zaterdagmiddag weer op de radio met achtergronden en live voetbal. En voor het laatste sportnieuws verwijs ik u ook graag door naar onze website www.rtvkatwijk.nl. Voor nu, dank voor het kijken en een mooie week gewenst.